Pasta alla carrociera at ik een paar weken geleden in Florence. Het is een heel erg lekker gerecht, zeker als je de beste ingrediënten gebruikt. Dat is zeker nodig omdat het een heel eenvoudig gerecht is en dus alle smaken heel erg goed proeft. Om het te maken begin je met het aanfruiten van de knoflook. Wanneer die begint te kleuren doe je daar de tomaat uit blik bij. Gebruik wederom de beste tomaten. Knijp ze eerst fijn voordat je ze erbij doet. Dat laat je dan 10 tot 15 minuten inkoken. Dan zie je dat de tomaten van de olijfolie beginnen te scheiden. Dan hak je een klein gedroogd chilipepertje fijn. Dat gaat erbij, samen met verse basilicum. Een klein beetje achter ter garnering dadelijk. En dat laat je een half uur koken. Ondertussen breng je water aan de kook met wat zout. En daar kook je dan de fusilli, de spaghetti of de rigatoni al dente in. Hij moet echt nog een bite hebben. Dat is na 5, 6 minuten. Dan is hij nog lekker beetgaar. Vervolgens vermeng je dat met de tomatensaus. Dan verdeel je over de borden. Daar gaat dan de achtergehouden basilicum bij. Ter garnering. En wat verse Parmezaanse kaas.